Wij vinden dat het om heel veel zuurverdiend belastinggeld gaat van de Brabanders. En dat moet je goed besteden. Dat moet je altijd goed besteden, maar zeker in tijden van crisis. En 100 miljoen, 50 miljoen van de provincie, 50 miljoen van de 5 deelnemende gemeentes, dat vinden wij veel te veel. Ben u eens met de analyse dat Brabant wat de cultuur en de kunst betreft eigenlijk achterloopt bij grote delen van Nederland en wat dat betreft ook wel een injectie nodig heeft? Nou, ik weet niet wat u bedoelt met achterlopen. Wij zijn in Brabant toch wel heel erg cultureel ingesteld. We hebben van alles op elk gebied. En wij vinden ook dat er een culturele basisinfrastructuur nodig is. Maar daar moet je goed over nadenken. Je moet met de partijen aan tafel gaan zitten van wat is er precies nodig? Wat hebben we al? Wat kan beter? In ieder geval uit cijfers blijkt dat in Brabant per hoofd van de bevolking het minst aan kunst en cultuur wordt uitgegeven door de overheden. Nou ja, dat zou kunnen, maar je moet het geld ook wel goed besteden. En dit is niet de manier waarop wij zeggen dat het moet. U blijft het een cultureel elitefeestje noemen. Ik zie dat er ook plannen in staan, bijvoorbeeld over de kermis en over het carnaval. Dat lijken me nou niet in eerste instantie de elite uitgaven. Nou, dat soort ideeën komt voorbij, maar dat kun je ook doen door te zeggen, wat ik al eerder zei, culturele basisinfrastructuur. Hè? Wat is die kermis? De muziekkapellen, noem het allemaal maar op. Dat hebben we, verenigingsleven. Maar als je ziet dat er ook musea sluiten, het Scription in Tilburg bijvoorbeeld. Er is geen geld voor de voedselbank, ik noem maar wat. Maar wel 10 miljoen hè, als gemeente uitgeven aan iets waarvan zeggen, ja, wat wordt dat eigenlijk? Dat ziet de Brabander niet zitten.